Nieuwe natuur ontwikkelt zich vlakbij Milsbeek aan de voet van het Rijkswald. Samen met Johan Tisse heeft bioloog Henny Brinkhoff zich ingezet om de weilanden terug te brengen naar hun natuurlijke oorsprong. In samenwerking met verschillende organisaties wordt hier een uniek gebied gecreëerd. Ja, het Koningsven was een veengebied dat na de ijstijd hier ontstaan is van natuur. Omdat het hier wat lager is, stagneert water en dat water was voedselarm en daardoor krijg je veenvorming. En daar groeiden verschrikkelijk veel bijzondere planten. Er waren plassen en poelen en veen en er waren graslanden. En dat is eigenlijk een mozaïek van natuur. Omdat er uit de stuwwal, die je aan deze kant ziet, daar kwam water uit tevoorschijn. En op sommige plekken is dat water zuur en op sommige plekken is het basisch. Dus je had allerlei stroompjes die dat gebied hierin gingen met een andere kwaliteit water. Nu is het eigenlijk een graslandgebied zoals alle graslandgebieden in Nederland, niet zoveel soeps. Ongeveer 20 jaar geleden is Natuurmonumenten begonnen met stukken van die graslanden aan te kopen. Dat hebben ze zo gelaten. Dit wordt extensief begraasd wat je hier ziet. Maar uiteindelijk moet het een mooi natuurgebied worden. Nou, wat Natuurmonumenten gaat doen, is dat die voedselrijke toplaag, die na de ontginning ontstaan is doordat de boeren hier heel veel mest op gooiden, die moet eraf om weer mooie natuur te kunnen maken. Dus die gaan hier plaggen. Die gaan hier 30 tot 40 centimeter grond afhalen. Dan komt die schrale grond weer tevoorschijn. Dan wordt de maaisel opgebracht van gebieden in de buurt, van de Bruuk bijvoorbeeld. En daardoor komen er weer zaden in de grond van die bijzondere planten en dan kunnen die gaan groeien. Nou, wij verwachten als het gerealiseerd is dat we weer duizenden orchideeën krijgen van misschien wel 5-6 verschillende soorten. Dat er weer poelen komen met fonteinkruiden erin, met blaasjeskruid. Blaasjeskruid is een vleesetend plantje. Ook zonnedauw, ook een vleesetend plantje, hopen we hier weer terug te krijgen. En misschien wel 200 verschillende soorten planten. Ik dacht vroeger altijd dat dat wel 10 of 20 jaar zou duren voordat het mooi zou worden. Maar we zijn er nu achter door proeven in Groesbeek, hebben we ook van dat soort perceeltjes, dat na 3 jaar heb je al 1 grote bloemenzee. Dus het ontwikkelt de natuur explodeert eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Je weet niet wat je ziet over een paar jaar hier. Super mooi. Net alsof je in het buitenland bent.